Ik ben onderweg naar de Simbad Shisha Lounge hier in Amsterdam. En ik heb zelf nog nooit shisha gerookt, dus ik ben heel benieuwd. Maar je ziet het steeds vaker en het schijnt heel ontspannen te zijn. Dus het is tijd om het zelf te ervaren. Doe ik het goed zo? Ja, bijna. Ja, ik heb dat nog nooit gedaan namelijk. Nee? Nee, het is voor mij echt helemaal nieuw. Maar je ziet het steeds vaker, hè? Je hebt steeds meer shisha barren. Ja, wat is shisha nu precies? Shisha komt eigenlijk achtergrond uit Egypte. Het zit een paar honderd jaren geleden in Egypte. En de bedoeling eigenlijk van shisha is gewoon uitspannen, is gewoon relax. Shisha wordt samen gerookt. Ja, want hoe werkt het nu precies? Hoe werkt het principe? Kijk. Hier is water van de shisha, zit hier in de glas in. Dit is de slang, zeg maar. Hier is de kop. De smaak zit hierin, aluminiumfoil op en dan gewoon die kooltjes op. En je kan gewoon zo lekker gewoon. Relaxer roken. Maar naast shisha heb je hier ook Arabische high tea, toch? Ja, klopt. Ik zie steeds vaak ook English high tea. En ik heb nooit gezien Arabische high tea. Ik heb het wel gedaan en kreeg er wel goede klant van. En dit is dus typisch Arabisch? Dit is echt typisch Arabisch, ja. Dat is het ziet er heerlijk uit. Kijk eens, alsjeblieft. Dank u. Op een high tea. Ik ben hier nog wel even, jongens. Het ziet er goed uit, hè? Lekker, hè? Echt Egyptisch.